Ik werk vrij onrustig. Ik heb niet een bepaald stramien wat ik afga bij de dingen die ik doe. Soms dan probeer ik wel heel erg voor te bereiden en op hele klassieke wijze storyboardje animatic te maken en dan eigenlijk stap voor stap zo'n film te maken. Maar vaak genoeg dan spring ik er gewoon in en dan zie ik al waar ik eindig. Animatie is voor mij het vertellen van een verhaal in bewegend beeld. En dat beeld dat hoeft zich niet per se te verordenen aan bepaalde regels, zoals gefilmd beeld. Maar het is altijd een soort zoektocht naar het vertellen van een verhaal of het overbrengen van een gevoel, waarbij elementen als geluid en beweging en timing een grote rol spelen. Dingen die je niet hebt bij stilstaand werk. Ik ben nu bezig met waar ik nu mee bezig ben. Als je mij een jaar geleden had gevraagd hoe mijn afstudeerfilm eruit zou zien, dan zou ik waarschijnlijk een of ander After Effects videoproject hebben willen doen. Terwijl ik nu toch bezig ben met een semi-klassiek geanimeerde film.